Ja, daar is hij weer hoor, van Parijn TV. Waar is hij nu weer? Nou, dat kan ik je vertellen. We zijn bij John Hardewal in Castricum. Wie niet de eerste, maar de allereerste internationaal speelt op de wedvlucht Tarbes. Gelost in Frankrijk natuurlijk. Verplaatst naar Tarbes, maar is eigenlijk Sint-Vincent verplaatst, omdat er heel veel bosbranden waren. In de buurt van Sint-Vincent. Dus vandaar dat het de Tarbes geworden is. Maar qua afstand is het zelfs iets verder, dacht ik, John, toch? Het is 10 kilometer verder. Dit is 1092. 1092 voor jou. Ja. En wat verwacht je er daarvan? Je wist natuurlijk wel van onze Franse sportvrienden, hoe het een en ander in de Belgen. Ja, ik zag ze op Pipa in de voorvlucht. En ik dacht s'avonds van het wordt toch wel zwaar. Ik had één duifje mee die ik hoopte dat ze door zou vliegen. En ik zeg tegen mijn vrouw van om 1:30, 2:00 vannacht zou het moeten kunnen als het doorvliegt. Nou, uiteindelijk, ze wou wel gaan kijken, maar ik zeg later ook, het is gekke werk. Er zijn zo weinig duiven en ik zeg, weet je wat, ik ga er gewoon 3:15 uit. Want je bent toch onrustig. Ja. Ik ga lekker rustig wachten en... De tuin was droog. Ik denk, ik ga lekker sproeien en een beetje rommelen en de duiven verzorgen. En ik dacht wel van, verdorie, dat nachtvliegen, dat zit er niet in. En opeens, ik ben aan het sproeien en dat smalle stukje verderop, daar kan ik niet met de zwenksproeier staan. Dus dat ben ik met de tuinslang. En ik sta zo te spuiten en ik zie zo de duif die aan de lucht knallen tussen de huizen door. En ik kijk, daar is ze. Want ik had er wel 14 mee, maar het klinkt heel gek. Ik stond eigenlijk op dat duifje te wachten. Ze stond eerste getekende, toch? Eerste getekende. Het is nog maar een 2-jarig vinnetje. Maar ze hebben al, vorig jaar had ik er op aangezet de Lu. En had ik een hele mooie vlucht. De eerste in de Vondclub. Ja. En s'avonds om 10:45 deed ik de hokken dicht. Ik denk, er komt niks meer. En 20 minuten later kwam ze aanzetten. In het pikken donker. En toen had ze een mooi prijs hier in de Vondclub. En zat ze hier op het kiphokje, hè? Ja, dat noemen we het kiphokje. Ja. En dat was fantastisch. Ik denk, zo in het donker. Het was echt een donkere avond. En 3 weken later dacht ik, ze gaat een beetje rak. Kwam ze weer vroeg, 5:10 s'ochtends. En toen zat ze volgens mij 20e in, volgens mij in de afdeling. Tegen 1600 duiven. Dus het is geen eindagsvlieg, zullen we maar zeggen. Nee. Het is een heel getalenteerd duifje. Ja. En dit jaar had ik een beetje pech. De doffertje werd een paar weken voor pauw gepakt door de roofvogel. En daar vind ik jezelf. Ik denk, wat moet ik ermee? Omkoppelen. Maar ze ging zelf van het kippenhokje, is ze zelf naar dat andere hok gevlogen. Ze heeft zelf de eigen nieuwe divan gevonden. Diva, hoe noem je dat? Minnaar. En ze is ook grappig. Oh, ook, heb je hem ook weer? Ze is ook nooit meer teruggegaan naar het kippenhok. En ze ging. Extra motivatie, denk ik, dan toch maar zo. Ja, je zou denken, ik dacht nog, als ze van de vlucht thuis komt, zal ze daar misschien wel weer landen. Maar ze, nee, meteen. Direct. En waar speelden ze op? Jonkies? 10 dagen broeden. 10 dagen broeden. Ja. Ja. En ik heb ze nog een paar keer gelapt. Een keer in Kokkengen, vlakbij Van der Sluis. En een keer in Raamsdonksveer. S'avonds 9:15 los en allebei de keren, ene keer 10:45 en de andere keer nog later, in het schemerdonker thuis. John, als ik jou was, zou ik nou maar niet meer te veel zeggen. Want gaat iedereen naar apen. Ik zeg, later! Er is ook wel een koper geweest, een bieder. Ja, daar is hij weer hoor, van Parijn TV met het vervolg. Kijk, dit is een duifje en je hebt een hele mooie naam bedacht. De naam van je jongste dochter? Ja, dat is Lieke. Lieke, ze heet Lieke. Eerste internationaal Tarbes 2022. Gelukkig kunnen we er en mogen we er nog aan schouwen. Want voor de rest vertellen we niks. We zijn nu in het hok van... gaat lekker van John. Het is echt zo supergezellig. Je zou bijna daar willen worden. Nou, Rob, even serieus. Heb je nog een vraag? En John,
Hebben zich mensen aangeboden voor erin? Ja, zijn er nog kopers geweest? Zijn er nog mensen die hier een bord hebben uitgebracht? Er zijn wel wat mensen die ik helemaal niet kende, die opeens bellen. Ook van Pipa. En ik kreeg ook een appie uit de USA. Oh, kijk eens aan. En nog wel iemand die dan toch je telefoonnummer heeft. Maar ik zeg, dat is niet zo moeilijk, hè? Even bezinken. En, ja. Uiteindelijk mag mijn vrouw de klapper opgeven. Het liefste hou ik hem zelf, maar ik denk dat dat toch gaat moeilijk gaat worden. Want ik durf hem niet meer los te laten. Het beestje is. Het risico is toch wel te groot hierbij. Terecht, zeker met al die roofvogels hier. Ja. Ja, dus, heb je gelijk. En nou, ze is nu verewigd. Je kunt er altijd op terugkijken, zeg maar. Ja, heerlijk. Het is, ze staat op de foto en het is prachtig gebleven. Dus. Ja, echt, ja. Ja. Nou jongen, nogmaals van harte gefeliciteerd. Bedankt dat we langs mogen komen. En ga je het duidelijk weer zien. Ja, fijne dag verder. Jo, later. Doei.